En dan in het derde jaar loop je stage. Ja, zoals wij nu doen. En dan in het vierde jaar doe je een minor en dan doe je een afstudeerstage. Hoe ziet je studieprogramma eruit? Nou, eerste jaar is sowieso volgens mij gewoon alleen maar vakken doen vooral. En dan één project waar we het al eerder over hadden, waar we moeten samenwerken. Dan heb je in het tweede jaar heb je één groot project in het eerste half jaar. Dat doe je voor een groot bedrijf, vaak in de omgeving. Ja. En dan heb je nog twee kleinere projecten waar je zelf eigenlijk op zoek moet gaan naar een bedrijf. Maar je hebt vakken als gewoon algemene logistiek. Je hebt later in het jaar heb je ook voorraadbeheer, magazijnbeheer. Bedrijfskunde, bedrijfseconomie, onderzoek. PCV, communicatie, is dat gewoon Engels en Nederlands eigenlijk. En dan in het derde jaar loop je stage. Ja, zoals wij nu doen. En dan in het vierde jaar doe je een minor en dan doe je een afstudeerstage. Ja, wij zijn nu vooral bezig met management, theorieën en zo. En verschillende manieren waarop je een bedrijf kunt runnen, zeg maar. Nou, ik loop zelf stage hier bij de lectoraat van de opleiding Logistiek en Economie. En dat is eigenlijk een onderzoeksinstelling binnen de HAN. En ik loop dan stage voor het Living Lab project in Heijendaal. Dat is dan voor de HAN Campus in Nijmegen. Ja, bedrijfsproject. Ik krijg elke week een challenge. Meestal meerdere. En die moet je dan in de les inleveren. En die gaat dan over de opleiding, over een bedrijf waar we het project voor doen. Ja, en die moet dan uiteindelijk een advies geven. Ik doe op dit moment een project bij Rabelink in Wehl. Daar doe ik een project voor meerdere bedrijven om te kijken of het mogelijk is om de duurzaamheid te verbeteren en de beladingsgraad van alle vrachtwagens te verhogen, zodat er minder vrachtwagens ingezet hoeven te worden. Het begin was best wel pittig, maar als je het eenmaal die manier van leren en die manier van lesgeven begrijpt, dan kan je het wel bijhouden. Dan gaat het wel gewoon goed.